Ja. We gaan naar België voor het eerst, volgens mij. We pakken er maar eens even een Belg bij. En, ja. En wat voor een? Chris van Steenbergen. Woesten. Het is nog een debutant ook. En nou, dat is met er eentje, hoor. Die blaast je van je sokken. Want die heeft geen inkt in zijn pen, maar buskruid. En je leest het ook alsof... ja, hij wil wat doen. En hij vertelt een verhaal, een betoverend verhaal. En dat speelt in het Vlaamse dorpje Woesten. En aan het eind van de 19e eeuw begint het. En ja, dan gaat het los. Hij zet al zijn personages als pion op tafel. En dan gaat hij schuiven. En we krijgen al die levenspaden. Die kronkelen alle kanten om. Ze kruisen elkaar. En dan barst de Eerste Wereldoorlog los. Met die loopgraven die een diepe sleuf trekken door al die levenspaden. En daarna is niks meer hetzelfde. Geen gebouw. Elk gebouw, elk mens draagt de sporen van die gruwelen met zich mee. En het verhaal zelf, het zit ook prachtig in elkaar. Hij laat allemaal gaten vallen in het verhaal. Hij goochelt met chronologie. Heeft bepaalde sleutelscènes, die vertelt hij meerdere malen vanuit verschillende perspectieven. Mm-hmm. En daarmee duwt hij als het ware dat plot helemaal naar achter, naar dat laatste hoofdstuk. Waar alles prachtig bij elkaar komt. Dit is echt een boek. Ja, er zit een triest randje aan. Het is duister. Het is melancholisch. Het is traditioneel. Ja, ik zou het maar gewoon gaan lezen. Ja, fantastisch. Hey, hier staat de popelen zo langs. Ja, de tv nu uit. Ja, echt, nou, nog even wachten. Betoverend. Ja. Echt betoverend mooi. Ik heb die 2 dagen uit. Het zit helemaal. Het is een filmhuisfilm. Ja. Het is prachtig. En Chris van Steenbergen debuteert hier dus mee. Die debuteert hiermee. Ja. Dat is en die geeft les ergens in het verre Vlaanderen. Nou, dat ook nog.